Het was druk op de informatiebijeenkomst in het centrum Schalkwijk, waar de gemeente mensen rondleidde door het centrum en informatie gaf over wat er in dit gebied staat te gebeuren. We wonen boven het winkelcentrum, dat vind ik ook heel goed plan. Maar ik hoop dat het nu snel gaat gebeuren. Wat we gaan zien is natuurlijk erg mooi. Ik mis ontzettend de decoratie en de kunst. Ik zou zo graag dus in plaats van die streepjes, dat is bedoeld als decoratie denk ik, iets geïnspireerders. Je struikelt over de fietsen, omdat er geen goede voorzieningen zijn om de fietsen neer te zetten. Nadat de gemeente informatie gaf, haalde zij deze ook op. Zoals je ziet kunnen mensen gewoon post-its plakken. Die verzamelen we aan het einde van de dag. En die zullen we meenemen in de verdere ontwikkeling van de zone. Ik vind het wel een goed plan, ja. Maar of ik dat nog meemaak, dat is een tweede. Nou, het duurt allemaal zo lang. Alles duurt lang. In 2008 waren er volgens mij ook plannen samen met de ING. En toen kwam er een crisis in de weg. Maak je je zorgen dat er nu weer een crisis aankomt? Ja, de crisis van 2008 was wel heel bijzonder omdat het echt een hele diepe economische neergang was. Op dit moment is het wel zo dat de economie voor bouwprojecten zich niet gunstig beweegt. Dus de bouwkosten zijn hoog, dat komt ook door hoge energieprijzen. In de tussentijd loopt de rente op en we merken wel dat het moeilijker wordt om bouwprojecten te realiseren. Maar als gemeente zetten we er volop in om toch mogelijk te maken dat ook in de komende jaren echt nieuwe bouwprojecten van de grond komen. En dat er echt de heipalen de grond in gaan en er gebouwd gaat worden.